Ik zie, Heinz, dat de Canadezen onvermoeibaar blijven uitleggen hoe dat nou gaat, dat rondje alsmaar rijden. Dat moet zo langzamerhand op jullie lachspieren werken. Ja, nou, het is dat jij er nu over begint en dus kijk ik ook weer even naar de monitor. Maar wij kijken er al niet meer naar. Voor de eerste keer is dat een keer leuk en aardig. Maar ze doen dat voor elke afstand om aan het publiek dat... voor een deel bestaat uit mensen die er niet echt alles van weten, nog even duidelijk te maken hoe dat in elkaar zit bij dat schaatsen. Terwijl we hier zien dat er een Canadese scheidsrechter is, die is er trouwens de hele week bij de dames toernooi, Marlow. En Juni, hier is dat zweet, maar hij komt uit Noorwegen, is de starter vanavond. We gaan beginnen aan die 1000 meter. Andrea Iri. 5 Olympische medailles heeft ze in haar bezit. En dit is Shoko Fusano, die nog nooit Olympisch eremetaal is gewonnen. Eerder deze week 8e werd op de 500 meter. De afstand waarop Iri 10e was. Hopelijk heeft Andrea Iri geen last van dat gedoe rondom Karin Kania op de 3000 meter. Het gebeurde tenslotte in de rit waarin zij Kania's tegenstander was. Maar ik mag aannemen dat dat wat Iri betreft gewoon over en vergeten is. Kijk naar Fusano, die opent lekker pittig, een metertje voorsprong. De tijd 18.69 om 18.97. 3/10 en 1/10 langzamer dan de tussentijd van het wereldrecord. En dat naam staat van Karin Kania sinds december, 5 december van het vorige jaar. Toen zij hier in Calgary 1.18.11. als eindtijd op de klokken bracht. Fusano blijft verrassend goed en lang bij, want ze gaan gezamenlijk met 48.5 en 48.6 de 600 meter grens over. Dat is een seconde langzamer dan het wereldrecord. Maar Iri geeft het voordeel van de laatste binnenbocht en zal ongetwijfeld dan voorsprong kunnen nemen en de ritzegen gaan behalen. Het is al netjes dat die Japanse zo lang is kunnen bijblijven. Want er zat maar liefst 4 seconden tussen de beide dames een persoonlijk record. Uiteindelijk toch nog een redelijke voorsprong voor Iri en een eindtijd van 1.19.32 om 1.21.47 voor de Japanse die daarmee een royaal nieuw persoonlijk record rijdt. 3 seconden is er vanaf. Iri rijdt overigens ook een nieuw persoonlijk record. Die had 1.20.09 staan, nu dus 1.19.32. En dat geeft toch perspectief op mooie overwinnende tijden. Want ik zou me kunnen voorstellen dat er toch nog wel een paar in staat blijken te zijn om onder die 1.19.32 van Iri te duiken.